Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we niet veel bewolking, maar dat wil niet zeggen dat die er niet is, want lage bewolking is moeilijk te detecteren en komt in de ochtenduren op veel plaatsen wel voor. Met name in het noorden van het land breekt de zon al flink door. In de rest van het land is het een poosje grijs, met temperaturen van 7 tot 10 graden. Vanmiddag lost de bewolking eigenlijk overal weer op en wordt het zonnig uiteindelijk 13 tot 16 graden op de thermometers. Alleen op de Waddeneilanden blijft het kwik wat achter door een matige noordoostenwind over het koude zeewater. Vanavond helder weer en het koelt dan geleidelijk aan weer af. De wind neemt langzaam een beetje af en in de nacht blijft er weinig wind meer over in het binnenland. Morgen een zonnige dag. Een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten en een temperatuur die weer wat hoger uitkomt. 14 tot 16 graden wordt het. Misschien op de Waddeneilanden weer wat lager. De wind blijft daar over het koude water aanwaaien. Donderdag nog veel zon. Vrijdag komt er van het noorden uit meer bewolking. En zaterdag is de kans op regen een stuk groter. Dan zijn de temperaturen ook flink gedaald. Het is zaterdag nog maar een graad of 10. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.